En hallo iedereen, welkom bij een tutorial. Ja, deze keer doe ik eens een tutorial. Jullie hebben misschien al wel een video gezien van waarin ik Spy Fox speel, Spy Fox 1, Operatie Melkweg. En iemand vroeg zich af, ja, die wou dat spel ook wel spelen. En ik weet de manier om het gratis te spelen. Zonder te hoeven betalen. En het is niet zo moeilijk, denk ik. Ja, nee, grapje. Oké, dus het eerste wat je doet, is je zoekt op internet ScumVM. Want dat is het programma waarmee ik dat kan spelen. Nou, dat doe je. Dan druk je op enter. En dan zul je zoiets vinden. Nou, klik je op, ga je naar scumvm.org. Dan kom je op deze site als het goed is. En dan druk je op downloads. Hier staat downloads. En dan heb je hier een hele lijst met allemaal dingen veranderen. Druk gewoon lekker op Windows Installer. En dan kom je hier. En dan komt dit of zoiets. En dan moet je bestand opslaan. Nou, ik hoef dat niet te doen, want ik heb hem al gedownload. Nou, en wat je dan doet dus, is je gaat naar je downloads map. En daar zou je ergens zoiets moeten vinden. Ik moet even dit doen, maar dat maakt voor Windows niks uit. Dat is alleen voor Linux. Ik heb Linux, geen Windows. Nou, dan dubbelklik je erop. Als het goed is, ja, ik moet dit doen. Maar als het goed is, werkt gewoon dubbelklikken, werkt dan gewoon. Nou, dan selecteer je een taal. Nou, Nederlands staat er niet bij. Dus ja, het lijkt me raar als je iets wil als Italiaans of Duits. Dus ik kies gewoon lekker Engels. Dan druk je op oké. En dan heb je hier de Install Wizard. Welcome to the Scum VM Setup Wizard. Nou, dan druk je op Next. 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 En install. Nou. En dan. Ja, dit maakt niet zoveel uit wat je doet. Ik doe het liefst gewoon dit. Want dan runt hij hem gelijk. Dan start hij hem gelijk op. Dan druk je dus gewoon op Finish. En hier heb je het programma zelf. Nou. Wat dit is, weet ik niet. Maar dat. Oh, oké. Okay. Dat hoort er waarschijnlijk bij. Dus. Nou, dan druk je dus hierop. Oh, nee. Dit is mijn andere. Ja, je hebt er meer. Ja, ik heb ook een andere nog, die ik al eerder had gedownload. Nou, en dan kom je hier dus. Nou. En dan heb je hier het scherm en dan kun je add game doen. Maar goed, dan moet je eerst de game downloaden. Dat is ook niet heel moeilijk of zo. Dus we gaan hier even weg. Gaan we even terug naar internet. En dan zoek je op Google Scum VM Games. En dan. Moet je hier naartoe, naar MU Paradise, Scum VM Games MU Paradise. Daar druk je op. En dan kom je hier bij een hele lijst van games die je kunt spelen met dat programma. Nou, die kun je allemaal downloaden. Maar nu gaat het vooral om Spy Fox. En dat is dus verder heel simpel. Je typt gewoon in Spy Fox. Dan zoekt hij ernaar. En dan vind je als het goed is dit. Nou, en dan heb je hier Engelse versies. Maar ook Nederlands versies. Je moet gewoon die vinden met Dutch erbij. Dus deze is Nederlands en deze is Nederlands. Je hebt ook nog Operation Ozone en deze twee. Maar die zijn allemaal alleen maar in het Engels. En die zijn ook niet in het Nederlands te koop of zo. Dus. Nou, en ja, dit is dus bijvoorbeeld Operatie Melkweg. En dan klik je erop. En dan komt er misschien een advertentie. Die moet je gewoon wegklikken. Gewoon zo van. Gewoon zo van. Laat dan maar. En dan kom je hier en dan scroll je naar beneden. En dan vind je hier direct download links. Klik op download Spyfox, bla bla bla. En dan kom je hier. En dan druk je op download Spyfox, One Drive Surreal Dutch. En dan gaat die downloaden. En het kan wel wat tijd kosten. Ik weet niet zeker hoe lang het duurt. Misschien verschilt dat ook wel, maar. Dan download je hem en dan heb je hem als het goed is. Ik heb hem al gedownload, dus ik doe het niet. Dan heb je hem uiteindelijk als het goed is weg gedownload. En dan ga je hierheen, ga je weer naar je downloads. En dan heb je dus, nou hier heb ik hem toevallig. Dan wil je hem uitpakken. Dan dubbelklik je erop. Dan kom je hier en dan doe je uitpakken of iets in die trant. Ik weet niet hoe het precies hoe het bij Windows is, maar dat kun je vast wel vinden. Anders vraag je hulp aan iemand. En dan, ja,
pak je het gewoon uit waar je wilt. En dan krijg je als het goed is, ik heb dan dit mapje hier. Dan heb je hier al die dingen in staan. Wat je dan doet, is je gaat naar het programma weer. ScumVM. Dan druk je op Add Game. En dan. Go up. Dan druk je weer op go up. Users. Even, je moet een beetje even zoeken. Ik weet niet precies hoe je allemaal moet klikken en zo, maar je moet even zoeken naar gewoon jouw ding. Jouw map. En dan ga je naar. Ik moet het even zoeken. Want eigenlijk moet je hier ergens downloads kunnen vinden. Ja, bij de andere versie die ik heb is het een stuk makkelijker. Ik weet niet hoe het bij jullie dan zal gaan, maar kijk, dan druk je eigenlijk gewoon op Add Game. En dan kom je hier, ja, ik zit dan in mijn downloads map. Daar zul je dan gewoon even naar moeten zoeken. Ik weet niet precies hoe je er goed bij komt. Misschien is het ook wel heel duidelijk. Misschien kom je er wel gelijk. Zal je even zelf moeten uitzoeken. En als je hulp nodig hebt, ja, dan kun je dat altijd natuurlijk in de reacties zetten. Dan zou ik mijn best doen om te helpen. Nou, en dan kies je, nou, in dit geval zoek je dan naar die map. Dan heb je hier dus Try Surreal 1. En dan klik je op Choose. Dan moet je hier nog wat op ook klikken. En gezien die van mij er al in staat. En dan staat die hier. En dan kun je op start drukken. En de game begint gewoon. Klaar. Simpel. Dus ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze tutorial. Heb je nog vragen? Dan kun je die gerust in de comments zetten. Ik zal mijn uiterste best doen om jullie te helpen. En ja, dan hoop ik dat je veel plezier hebt met Spy Fox spelen. En andere spellen die kun je ook nog downloaden. Die kun je gewoon op die site vinden. Ik zal de links misschien ook wel even in de beschrijving zetten. Is misschien wel handig. Dus ja, heb je nog vragen of problemen? Dan kun je die gewoon in de reacties zetten. Ik zal gewoon mijn best doen om te helpen. Ik zal kijken wat ik kan doen. En ja, had je hier wat aan, geef hem dan natuurlijk even een groen duimpje. En dan zie ik jullie later. Doei!